Goedenavond, het is vandaag donderdag 24 maart 8:30 en live vanuit de Kenniskeuken onder bij de bibliotheek in Gennep is dit de 14e aflevering van het tweede seizoen van Inzicht. We hebben vanavond weer twee gasten. Ja, de eerste gast van vanavond, misschien heb je ze al zien lopen en misschien wil jij er zelf wel één worden. Waar heb ik het over? De Gennepse groeters. En vanavond aan tafel een enthousiaste man die ook Gennepse groeter is en dat is Ad Jansen. En de volgende gast van vanavond, ja, de ooievaars, ze zijn weer live te volgen via beleefdelente.nl, de Gennepse ooievaars. Dit sinds maandag 21 maart en vanavond aan tafel een man die ons alles over de ooievaars kan vertellen en dat is Leo Danen. Verder hebben we een stukje, een mooi bruggetje van de eerste naar de tweede gast en wat dat is, dat gaan we straks zien. We hebben muziek van de klas De Vissen van de Elke Liek en die hebben een rap gemaakt voor Oekraïne. En de stadsdichter is er om af te sluiten met een gedicht, maar nu eerst de nieuwtjes. Ja, de heer en mevrouw Klaassen zijn 65 jaar getrouwd. Uiteraard hoort daar een mooie bos bloemen en een bezoekje van de burgemeester bij. En ook namens Gennep Nieuws van harte gefeliciteerd. Ja, en Heisa Heijen organiseert tijdens het Pinksterweekend een middeleeuws feest bij Kasteelhuis Heijen. Dit ter gelegenheid van het 750-jarige bestaan van de dorpskern. Ja, na eerder al een mooi rijtje met artiesten te hebben aangekondigd, maakt het gratis toegankelijke festival Op de Tuffel nog 8 nieuwe namen bekend, waaronder Dunter Flynn uit Gennep. En in die band van Douwe Wijnhoven is op zaterdag 11 juni in een nieuwe bezetting en met nieuwe muziek te bewonderen op het festival. En dat festival, dat is in Vierlingsbeek. En eerst zitten ze hier nog aan tafel over 2 weken. Dan feest in Gennep en in Ottersum, want na lange tijd speelde Vias 1 op zondag 20 maart weer een korfbalwedstrijd in de zaal Picamare. En niet zomaar een wedstrijd, Vias veroverde namelijk het kampioenschap. Ja, en de selectie van Vias bestaat vrijwel geheel uit een talentvolle, zelfopgeleide generatie die enkele jaren geleden de overstap maakte vanuit de jeugd. En over een maand strijden ze op het veld voor een plek op het hoogste korfbalniveau, dus heel veel succes gewenst. En van 26 maart tot en met 2 april vindt in gemeente Gennep de compostactie plaats. Op zaterdag 26 maart en zaterdag 2 april kun je tussen 9 uur 's ochtends en 4 uur 's middags gratis compost, wat gemaakt is van het ingezamelde GFT-afval, afhalen bij de gemeentewerf. En om bezoekers te spreiden is de gemeentewerf in de week van 28 maart door de week tussen 9 en 3 uur ook geopend voor het ophalen van de compost. En de compost is bedoeld voor particulier gebruik en alleen voor inwoners van de gemeente Gennep, dus neem je identificatiebewijs mee. En de gemeentewerf is op de Paasplasweg 6 in Gennep. Dan basisschool De Ratel in Gennep-Zuid. Ze komen in actie voor Giro 555. Sinds woensdag 23 maart zijn er dagelijks 2 veilingen op Facebook en Instagram, waarin leerkrachten en ondersteunend personeel diensten of producten aanbieden voor het goede doel. En de veiling is telkens vanaf 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dan de wens van reddingsbrigade Erika, die is in vervulling gegaan. De brigade van het land van Kuik beschikt sinds kort over reddingsauto LVC 110. En de reddingsbrigade gaat de wagen inzetten bij grootschalige rampen, buitentrainingen, evenemententoezicht en strandtoezicht bij de plassen in het land van Kuik en de kop van Noord-Limburg. En zo ziet de auto eruit. Ja, en tijdens de boomplantdag woensdag 16 maart werden er op Zwerfheide, dat is naast het hoofdkantoor van Dichterbij in Gennep, een picknickbank en een Japanse notenbomen onthuld. En een Japanse notenboom staat symbool voor hoop en liefde. Hier op Zwerfheide hebben wij een fantastische ontmoetingsplek gemaakt. Een boom en een hele mooie picknicktafel. En die is bedoeld om samen aan te zitten, om samen te praten, elkaar te ontmoeten, voor iedereen. Vandaag is een hele bijzondere dag.
Want 2 jaar geleden ging Nederland in lockdown. En dat heeft veel betekend, want we konden elkaar minder zien, minder ontmoeten. En dat heeft ook pijn en verdriet gedaan. Vandaag is ook Nationale Boomplantdag. En dat vinden we heel mooi dat die twee bij elkaar komen. We planten een boom om ook te herinneren aan hoe belangrijk het is om elkaar te blijven ontmoeten. Op de bank staan allemaal tekeningen en we staan hier bij de bank op Zwerfheide in Gennep. Maar in alle regio's is een bank geplaatst om elkaar te kunnen ontmoeten. En de tekeningen die zijn gemaakt door cliënten van dichterbij. Ik heb een mooie tekening gemaakt met 2 mensen zitten aan tafel. Lekker met een kop koffie erbij en lekker lekkers erbij. Dat ze vaker mogen op picknickruimte mogen zitten om ontmoeten, een praatje maken. Ja, en de gemeente Bergen, Gennep en Mokum-Middelaar en de provincie Limburg zetten zich samen in voor behoud, herstel, ontwikkeling van het Maasheggenlandschap. Het Maasheggenlandschap is een eeuwenoud cultuurlandschap in het verleden ontstaan door de verkaveling van de diverse gebruikers van dit gebied. In de loop der jaren is dat gebied uit elkaar gevallen door vergroting van agrarische percelen, bebouwing, opkomst van prikkeldraad, waardoor het niet meer nodig was om de heggen te handhaven. En dat is jammer, daardoor is het gebied niet zo mooi meer als dat het had kunnen zijn. We streven naar een samenhangend netwerk van Maasheggen en we streven ook naar een UNESCO-status van het hele gebied. En op die manier dragen de Maasheggen weer bij aan een aantrekkelijk landschap voor iedereen in deze omgeving, zodat we onze recreatieve mogelijkheden verder kunnen uitbreiden. De investeringsagenda is een project waarin de 8 Noord-Limburgse gemeenten samen met de provincie geld beschikbaar maken voor aansprekende projecten waar we met z'n allen beter van worden. En in dat kader zijn wij als de 3 noordelijkste gemeentes van de provincie erg blij met het feit dat de provincie en de gemeente samen 3,5 miljoen euro op tafel hebben weten te leggen voor dit grote project. Ja, wethouder Rob Jansen wordt geen raadslid meer. Zijn partij SP verloor 3 van de 4 zetels tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Na dit magere verkiezingsresultaat trekt de lijsttrekker zijn conclusie. Vlak voor de verkiezingen vroeg Gerry in het partijprogramma van Gennep Nieuws hoeveel zetels de lijsttrekker verwachtte te halen. Wat denk je hoeveel zetels jullie gaan halen? Ik denk helemaal niks. Ik kan zeggen, we hopen natuurlijk op een goede uitslag. We hebben tijdens de vorige verkiezingen 4 zetels gehaald, daarvoor wel 5. Dus dat zijn hoge aantallen. Het zou mooi zijn als je dat op de een of andere manier zou kunnen herhalen. Maar goed, het is nu aan de kiezer natuurlijk. En we zijn gewoon heel erg benieuwd en we zullen er alles aan doen om een goede uitslag neer te zetten. En wat ik denk, vind ik niet zo belangrijk. Okay. Ja, en de SP vormde de afgelopen 4 jaar een coalitie samen met het CDA en de VVD. En voor deze coalitiepartijen bleef het zetelaantal wel gelijk. Rob Jansen zat 10 jaar in de Provinciale Staten van Limburg en was 6 jaar raadslid van de SP in Gennep. Bij zijn aantreden als wethouder in 2020 kreeg hij meteen een koninklijke onderscheiding. En de ridder in de Orde van Oranje-Nassau blijft wel actief voor zijn partij SP. En voor wie nog niets van de verkiezingsuitslag heeft meegekregen, hierbij de uitslag van de gemeente Gennep 2022. Dat houdt in dat de definitieve zetelverdeling er als volgt uitziet. Het CDA 5 zetels. De SP 1 zetel. De VVD 3 zetels. D66 4 zetels. Partij van de Arbeid 2 zetels en Els komt ook uit op 2 zetels. Gefeliciteerd, Jacques. Dankjewel, ja, ben heel blij. Ja. We hadden 2 dingen, we konden een zetel verliezen en we waren de grootste partij. Ja, dat blijf je ook niet zomaar. En we hebben het allebei stand gehouden. We zijn de grootste partij gebleven en we hebben 5 zetels gehouden. En daar zijn we eigenlijk heel gelukkig mee. En daar willen we de kiezer ook heel hartelijk voor bedanken dat ze achter ons staan. En dat zullen wij ook achter alle mensen van Gennep staan. Ja. En ook gefeliciteerd ook aan de D66 en vooral ook aan de nieuwkomer Els. Het was ook heel knap dat je uit het niks met 2 zetels er komt. Daar moet ik ook aan feliciteren, ja. Nou, geniet ervan. Ja, ik moet er echt van genieten. Ik ben nog een beetje beduusd. Ik heb er eigenlijk ook, niet direct de euforie voor of zo. Ik had er niet op gerekend. Ik ben een beetje perplex.
Ja, en CDA blijft dus met 5 zetels de grootste partij binnen onze gemeente. Op de tweede plek is D66 geëindigd met 4 zetels. En lijsttrekker Arjen Meelkop is trots. Ja, super trots. Je ziet het in alle kernen gewoon goed gedaan. We hebben vooraf gezegd, we willen het als groep doen. We willen vernieuwen. En besef wel, we hebben maar 1 zittend raadslid. De hele lijst is nieuw. Ja, en dan zie je gewoon dat mensen echt waarderen dat het allemaal lokale mensen zijn die zich keihard inzetten. En dan ben ik blij dat het gewoon goed overgekomen is. Dus geweldig gevoel. Ja, met een nieuwe partij erbij is de uitslag natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Toch vroegen we Frank Pubbe van Nieuwkomer Els van tevoren naar zijn verwachtingen. Met het Gelderland-debat heb ik die vraag ook gekregen. En toen was ik eigenlijk, had ik niet heel erg vertrek om me in te vullen, omdat ik het gokken vind. En ik hou niet van gokken, ik wil weten hoe en wat. Maar daar heb ik gezegd, van, nou, dan laat maar invullen 1. Dus ik hoop op 1 zetel. En Els komt ook uit op 2 zetels. Maar hier hadden we vooraf voor getekend. We zijn heel blij. Echt een opluchting. En net als het CDA bleven ook VVD en de PvdA gelijk in het aantal te bezette zetels. En partijen die opgeteld de meerderheid van de zetels hebben, gaan de gemeente besturen. Het is gebruikelijk dat de grootste partij, in Gennep dus wederom het CDA, initiatief neemt om op zoek te gaan naar partners. En de partijen die een akkoord bereiken om samen te werken, vormen dan samen de coalitie. En de overige partijen vormen de oppositie. Welke partijen dit zijn, wordt de komende weken duidelijk. En de nieuwe gemeenteraad wordt op 30 maart 2022 geïnstalleerd. En dan gaan we nu over naar de eerste gast van vanavond. Ja, ben je enthousiast, gastvrij en vind je het leuk om toeristen wegwijs te maken in de gemeente Gennep? Nou, de gemeente Gennep, Toeristinfo Gennep, het Centrummanagement en de BIS, die zijn op zoek naar nieuwe routes voor de zomer. En vanavond aan tafel een van de routers, Ad Jansen. Welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat ik hier kan zitten. Ja, ja, leuk dat je er zit in tenue. Ja, ook nog wel. Ja, ik dacht ik doe het maar meteen aan. Dan is het duidelijk. Ja. Zo ziet een echte groeter eruit. Zo'n groeten aan te herkennen. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed moet ik zeggen. We zijn de coronatijd goed doorgekomen qua gezondheid. Er gebeurde natuurlijk niet zoveel. Ook niet op het groetersgebied of met stadsgidsen. Maar qua gezondheid is het prima. Ja. Ja, en volgens mij ben je wel een bekende Gennepenaar. Je komt veel voorbij. Maar toch ja. Even een klein beetje over jezelf. Ja, ik ben nu sinds 3 jaar alweer gepensioneerd onderwijzer. 42 jaar voor de klas gestaan in Groesbeek en de laatste 10 jaar in een vervangingspoel. En heb ik door de hele regio overal vervangen waar dat nodig was. En was dat op de basisschool? En dat was altijd basisschool, ja. Groep 3 tot en met 8, ja. En dat beviel uitstekend, maar op een gegeven moment, dan denk je van nou, ik ben 64. Dan is het mooi om de jongere generatie een kans te geven. Dus toen zijn we met vervroegd pensioen gegaan, ja. Maar wel altijd met heel veel plezier en enthousiasme voor de klas gestaan. En dat is, het is heel leuk om te doen, ja. Ja. Dus en daarna, dan was ik niet zo bang om in een zwart gat te vallen. En al gauw weten allerlei verenigingen en stichtingen je te vinden. Dus het vrijwilligerswerk kwam toen voorbij. En dat bevalt ook heel erg leuk. Plus het spelen bij voor events, typetjes. En meer van dat soort zaken. Dus mijn tijd is wel gevuld, ja. Ja, een bezige bij. Een bezige bij, ja. Ja. Ja, want over de groetes, daar gaan we het over hebben. Ja. Waarom zijn de groetes gekomen en hoe is dit ontstaan? Zoals je bij je introductie al zei, de groetes is eigenlijk een initiatief van de gemeente Gennep, de ondernemersvereniging van Gennep en de Tourist Info, het voormalige VVV. Het is niet iets nieuws op de wereld. Bijvoorbeeld in New York lopen ook groeters rond. De gemeente Gennep wilde weer wat meer doen aan de promotie, om Gennep wat meer op de toeristische kaart te zetten. En ze kwamen met het initiatief om een groep groeters te starten. Ze hebben mij erbij gehaald en samen hebben we gekeken of we vrijwilligers konden vinden. En dat is gelukt. En vanaf 2019 zijn we toen met een grote groep van zo'n 15 tot 17 groeters begonnen. En dat werkte uitstekend. De groeters waren heel enthousiast. De toeristen waren enthousiast en het was heel leuk om te doen. Maar ja, toen kwam corona en zoals zo heel veel dingen vielen toen stil. Ja. Ja.
En zijn jullie nou alweer gestart? Ja, nou, nog niet. We proberen nu weer. We zijn vorig jaar, hebben we nog een korte periode ook met groeters gewerkt. Dat beviel ook nog steeds uitstekend, maar de groep was wat kleiner geworden. Dus ja, nu beginnen we weer. We willen graag in juli sowieso, eind juni, begin juli weer beginnen. Als summertime ook weer begint. En dan hopen we eigenlijk dat we toch wel weer een groepje van zo'n 15 mensen bij elkaar hebben. Ja. En dan kunnen we weer beginnen voor zo'n 10, 12 weken. Want dat heb ik even gemist. Hoeveel goeds hebben jullie momenteel? Ja, momenteel gebeurt er nog niks. Daar hebben zich laatst, hoorde ik van Hans Kobussen van de TIG, weer 3 mensen aangemeld. Maar, en we moeten even kijken of de mensen die groeten waren, of die zich ook nu weer beschikbaar stellen. Maar ja, daar gaan we eindelijk wel vanuit. En dat zou wel leuk zijn. Ja. Ja, zit er ook een maximum aan het aantal groeters? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, het is leuk om te doen. Maar van de andere kant is het ook soms wel belastend voor mensen als ze iedere week in de beurt zouden komen. Ja. Dus we proberen het dan wel een rooster zo samen te stellen dat, ja, dat je één keer in de 3-4 weken een keertje samen met een collega groeter op een zaterdagmiddag of op een zondagmiddag door Gennep wandelt en dan de toeristen begroet. Ja, want ja. En dan? Hoe gaat dat precies als je daar staat als groeter? Ja, dat is eigenlijk heel erg leuk om mee te maken. We beginnen te wandelen vanaf de Niersbrug, zeg maar, tot aan Jan Lindersplein. Soms nog een stukje verder pakken we de Dragonder en bij de buren ook mee. Dus zeg maar dat traject. Dan wandel je met 2 door Gennep heen. En dan heb je heel snel in de gaten eigenlijk als je toeristen tegenkomt. Dat is heel gek, maar dat is wel heel leuk om mee te maken. En dan praat je die mensen aan. Dan zeg je van God, mogen wij u namens de mensen van Gennep van harte welkom heten in ons mooie stadje. Is er iets waar we u mee van dienst kunnen zijn? En dan reageren ze vaak blij verrast. En dan zeggen ze, goh, wat leuk. Zijn jullie groeters? Ja, wij zijn groeters. Nou, zeggen ze van, noem maar iets. Waar kan ik hier pinnen? Of zo. Hele basale dingetjes. Of ik zoek een camping hier in de buurt. Vaak heb je pieterpatters die lopen. Maar ook pieterpatters die traject fietsen. En die dan op zoek zijn naar een fietsmaker of zo. Waar kan ik de VVV vinden? En dat soort zaken. Nou, en dan moet je uitleggen dat de VVV Toerist Info Gennep is geworden. En vaak proberen we ze ook wel, dat vind ik ook wel leuk, ze te wijzen op de ooievaars op het stadhuis. Oké, ja. Dat is ook wel heel mooi. Want vaak hebben ze nog niet eens gezien. Ja. Ze lopen op hun telefoon te kijken of ze zijn met de fiets in de hand, lopen ze door Gennep heen. Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen zeiden van, waarom is het hier zo vies? En dan wees ik erboven. En dan zien ze de pas dat de ooievaars daar op het stadhuis zitten. Ja. Ja. En nou ja, die ooievaars, daar komen we straks nog uitgebreid op. Ja, dat is wel een mooi dingetje. Ja. Ja. En je zei net, nou, vaak kun je toch herkennen dat het toeristen zijn. Ja. Vroeg me af, waar herken je dat dan? Ja, waaraan, ja. Dat is wel mooi. Nou, of je ziet mensen straatnaambordjes bekijken, richtingaanwijzerborden. We hebben hier ook in Gennep nu wel van die mooie richtingborden. Maar ook, ze hebben altijd een rugzak op. Ze lopen op hun telefoon te kijken. Maar ja, soms is het ook wel iemand uit Groesbeek of Ottersum of zo die je aanspreekt. Maar die vinden dat ook leuk, ja, zonder meer. Dus het is nou niet zo dat de toerist het helemaal uitstraalt, maar toch heb je er vaak wel oog op. Ja. En hoe reageert iemand uit Ottersum als je zegt welkom in Gennep? Ja, die vindt dat ook wel grappig. Ik heb wel eens een keertje eentje meegemaakt die zei van, kom maar in Ottersum wandelen. Maar dat schoot niet op natuurlijk. Maar ja, de mensen reageren altijd wel leuk. Of het nou Gennepenaren zijn, toeristen, of je nou ze hebt uit Schiedam of Delfzijl. Ze komen overal vandaan, ook veel Duitsers. En ze reageren altijd wel heel erg leuk. Ik vind het heel leuk om te doen, want je bent dienstbaar en mensen reageren ook enthousiast op je. Dus dat is, ja, je wordt er gewoon blij van. Ja. Ja. Plus het feit, dan hebben we nog een extraatje. Dan geven we ze nog een kaartje mee van Gennep.
We hebben aanzichtkaarten van Gennep. En dan zeggen we erbij van, die mogen ze dan invullen en naar hun vrienden, kennissen, familie sturen. En dan hoeven ze bij de VVV, bij Toeristinfo Gennep in te leveren en dan plakken wij er een postzegel op. Dat is iets heel ouderwets eigenlijk, een fysiek kaartje sturen. Maar dat vinden ze ook altijd, dat vinden ze bijzonder leuk. Dus dat krijgen alle toeristen, die krijgen alle dat... Alle toeristen krijgen een kaartje van Gennep mee. Yeah. En we hebben er in 2019, ik geloof aan een 100 zoveel, misschien wel rond de 200 kaartjes die we toen verstuurd hebben door naar heel Nederland of zelfs Duitsland in. Ja. Yeah. Ja. En het begint dan... Juli. Ja, we hopen dan, we kijken een beetje wanneer summertime weer begint en of de corona zich gedijst houdt natuurlijk, maar daar gaan we dan wel vanuit. En dan hopen we eind juni, begin juli een rooster te kunnen maken en dan hopen we weer te kunnen gaan starten. En is het echt alleen voor in de zomerperiode? Of? Ja, het is wel alleen voor in de zomerperiode, in het hoogseizoen eigenlijk, want... Het is nu bijvoorbeeld nu ook met het mooie weer. Ik ben vandaag nog bij Toeristinfo Gennep geweest. Maar het loopt nog niet storm met de toeristen. Nee, dat moet echt nog weer op gang komen. Ja. 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 En jullie zoeken dus mensen. Ja, het zou mooi zijn. Ja. Wat is het profiel van een echte groeter? Ja, wat is het profiel van een echte groeter? En het profiel van een echte groeter is eigenlijk ook een stukje dienstbaarheid. En zeker het leuk vinden om Gennep te promoten. Om Gennep op de toeristische kaart te zetten. En als je een Gennepenaar bent of je hebt gevoel voor Gennep... dan is het eigenlijk ook wel heel erg leuk om een beetje reclame te maken voor Gennep. En op deze manier, al wandelend met mooi weer door Gennep heen, is geen verkeerde dagbesteding. En vooral ook houdt van dat sociale stukje. Ja, de omgaan met mensen en ze de weg wijzen, letterlijk en figuurlijk soms ook de weg wijzen. Ja, ja, dat is mooi om te doen. Ja, en want je zei al, er wordt schema gemaakt. Mogen mensen dan zelf beslissen hoe vaak ze gaan groeten? Ja. We komen dan als we een heel stel mensen bij elkaar hebben, dan roepen we ze bij elkaar in de raadzaal van het mooie stadhuis. En dan maken we even een kennismakingsrondje. En dan is het kijken van wie wil wanneer ingedeeld worden en wie kan absoluut niet. Want het is in de vakantieperiode dus. Ja. Mensen willen toch ook een keertje op vakantie. Ja. Ja. En de partners die thuis zitten, die willen ook een keertje dat hun man of vrouw meegaat op vakantie. En niet alleen maar hier door Gennep loopt te groeten. Of samen natuurlijk gaan groeten. Of samen gaan groeten, ja. Ja, dat is ook nog een manier. Ja, dan bedankt dat het een stukje helderder weer is van wat de groeters precies doen. Ja. En wie weet komen er aanmeldingen. Wie het zou mooi zijn. Ik ben benieuwd. En wie wil jij nog de groeten doen? Ik doe de groeten aan mijn vrouw, mijn drie prachtige dochters en aan mijn drie kleinkinderen. Ja, dankjewel. Bij deze. En de vierde, die is op komst. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. Bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, graag gedaan. Ja, en dan gaan we nou over... we hebben een mooi bruggetje tussen onze eerste gast en onze volgende gast. We doken in het archief van L1 en CMN. En we kwamen uit bij een bekende stadsgids. Of kijkt iemand er nog van op hier in Gennep dat hier zoveel ooievaars zitten? Nee, daar kijkt in Gennep niemand meer van op. Nee, dat is voor de Gennepenaren eigenlijk al heel gewoon geworden. Ja. Deze heeft speciaal plekje uitgekozen, want de naam past er wel bij, hè, het zwaantje. Ja, het past er wel bij, ja. Mensen vragen zich altijd af waarom ooievaars een bepaalde plek kiezen. En vroeger werd vaak gedacht dat ze dus hielden van de natuur en de rust. Maar het blijkt eigenlijk het tegenovergestelde. Want ze gaan vaak zitten op plaatsen die dus juist druk zijn in het dorp. We gaan nu naar het andere nest van de ooievaars in Venzelder Heide. Dit zijn de drie jonkies. De vader en de moeder die zijn nu even weggevlogen om te gaan fourageren. Dus eten zoeken voor de jonkies. Hoe moet je fietsen? Hoe lang is het ongeveer? Nou, zo'n fietsroute is ongeveer 30 tot 40 kilometer. En die gaat dan ook nog de Maas over, het Brabantse in, naar het Maasduinengebied. Maasheggengebied moet ik zeggen. In de buurt van Beugen, daar zit ook een heel mooi ooievaarsnest.
In het jaar 2000 vestigde zich een ooievaarspaar op de schoorsteen van het oude stadhuis. Gennep was dolgelukkig met zijn ooievaarspaar, vooral toen er kleintjes geboren werden. Zelfs de landelijke televisie kwam kijken. Maar er ging iets mis met de kleine ooievaartjes. Ze overleden aan longontsteking, waarschijnlijk als gevolg van de natte zomer. Of, zoals boze tongen beweerden, doordat de deken ze vanuit een hoogwerker te royaal gezegend zou hebben. Deken, gaat dit jaar de ooievaars verzegenen? Nou, kijk, we leven nu in een andere tijd, hè. We zijn weer enkele jaren verder. En er is toch een tendens om de kinderen later zelf te laten beslissen of ze gedoopt willen worden of niet. Dus ik denk dat we deze jonge ooievaars, als ze geboren worden, zelf moeten laten beslissen wanneer ze gedoopt willen worden. Ja, dat is mooi. Dus ze hebben een reële kans om te overleven deze keer. Nou, ze waren al dood voor ik kwam. Ze waren al dood geregend. Ik kwam niet door het water, want dat ik daar een bom op raakte. Ja, daar zagen we ze al, de mooie ooievaars. En inmiddels aan tafel Leo Danen. Hallo. Ooievaarkenner. Ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Hoe gaat het met je? Met mij, met mij gaat het eigenlijk goed. Ja. Als we even naar Oekraïne kijken, daar wil ik toch wel graag even bij stilstaan. Dan hebben we echt geen klagen hier, toch? Ja, nee, dat is zeker waar. Ja. Nou ja, we gaan het, een ander onderwerp even, maar we gaan het hebben over de ooievaars. Ja. Ik noemde je ooievaarkenner, maar hoe kom je aan al je kennis over de ooievaar? Heb je een opleiding daarvoor gedaan? Of? Nee, niet specifiek een opleiding. Ja, wel en niet. Maar eigenlijk, je hart moet bij vogels liggen. En als je hart bij vogels ligt, dan kom je vanzelf bij meerdere vogels terecht, laat ik het zo zeggen. En hier waren voorheen eigenlijk geen ooievaars in de omgeving nergens. We hebben in Beugen in 2007 hebben twee nesten geplaatst. En daar zijn gelijk ooievaars op gekomen. Nou, en dan kom je in het ooievaarswereldje terecht. En door de jaren heen leer je daar heel veel mee. En ja, ik ben ze gaan ringen en hier in Gennep, daar zijn ze al vanaf 2000. En in 2008 is dat mannetje wat nu hier nog zit, is hier gekomen. En omdat hier de webcam op de nest zit, kun je eigenlijk, daar leer ik zelfs nog wel van. Je leert het, je ziet het gedrag, van man en vrouw, je ziet hoe ze met indringers omgaan en noem maar op. Ja, en nog even over jou. Kun je nog wat meer over jezelf vertellen, wat jouw achtergrond precies is? Ja, mijn achtergrond. Ik ben Leo Danen dan. Ik woon in Beugen en ik ben voorzitter van de Vereniging Vogelwachten Maarseggen. En wij hebben diverse nestkasten in de hele omgeving hangen. Zowel kerkuil, steenuil, bosuil, noem maar op, torenvalken, kasten. Die ringen we ook. Ik heb zelf ringvergunning. Ik ring jonge ooievaars, zoals hier in Gennep dus, al een aantal jaren. En het mooie ervan is, het mannetje wat hier zit, dat is geringd met zo'n aluminium ring. Ja. Dat zijn de oude lipringen genoemd. Er zit een lip aan. En dat zijn de oude lipringen. En die is nog geringd in 2006 in Gorssel. Door Annemieke en Wim. Annemieke Enters en Wim van Nee. Mm-hmm. En Annemieke Enters en Wim van Nee, dat zijn mijn leermeesters met de ringvergunning. Okay. Het certificeren van de ringvergunning. Ja. Dus dat is wel op zich wel leuk. Ja, ja. En dat mannetje, dat zei je net, die zit hier sinds 2008? Dat mannetje zit hier sinds, dat is geboren in 2006 in Gorssel. En die is in 2008 naar Gennep gekomen en die zit al sinds 2008 hier in Gennep op het nest. Dus ooievaars blijven zo lang? Ja, ooievaars zijn eerder nestrouw dan partnertrouw.
En het mannetje heeft ook al meerdere vrouwtjes gehad. Oké. <Okay. laughs> Dus, maar hij heeft, het mannetje zelf heeft dus zo ongeveer, ik weet niet precies, maar volgens mij rond de 25 jongen grootgebracht hier. Ja, en zijn die vrouwtjes dan niet nestrouw? Die vrouwtjes zijn ook nestrouw, maar een mannetje komt meestal het eerste terug op het nest. Ja. Die bezet het nest, die verdedigt het nest op indringers. Die laat een vrouwtje toe. Als het vrouwtje van vorig jaar komt, dan laat je dat vrouwtje gewoon toe. Maar komt dat vrouwtje niet en blijft die weg en blijft die weg, omdat die vertraging heeft, om het zo maar te zeggen, met de reis. En er komt een ander vrouwtje, dan zal hij waarschijnlijk dat vrouwtje accepteren op het nest. Hij paart dan met dat vrouwtje. Maar komt op dat moment het originele vrouwtje terug, dan jaagt dat vrouwtje, dat vreemde vrouwtje van het nest. Oké. Okay. En dan, dat is mijn man, en dan blijf jij vanaf. Op deze manier, zeg maar. Ja. Ja. En, want in de winter zijn ze er niet. Waar zijn ze dan? In de winter trekken ze, de meeste, de jongen in ieder geval, die trekken bijna allemaal weg. Die trekken allemaal richting het zuiden. Ze willen wel eens blijven hangen in Zuid-Spanje of Zuid-Frankrijk zelfs, maar vaak Spanje. Ik krijg met ringmelding, en dat is het mooie van het ringen. Dus ook het mooie wat je met paar kunt zien. En je kunt een hele status opbouwen, zeg maar, van paar ooievaar. Nummer 7539 heeft hij. En die lees ik elk jaar af. Dus dan weet ik zeker dat het mannetje is. En dus die jongen die trekken meestal naar het zuiden weg. En de ouders die gaan wat later. Maar die trekken vaak ook naar het zuiden. Ja. Maar ze willen ook wel eens overwinteren. Want we krijgen steeds warmere winters. En de opwarming, klimaatverandering. Dus ja, waarom zou je duizenden kilometers gaan trekken in de winterdag, terwijl het hier goed vertoeven is? Ja. En we zien dus steeds meer. En vandaar doen we bij Stork. Stork staat voor Stichting Ooievaars Research en Know-how. Mm-hmm. En vandaar doen we met Stork elk jaar een wintertelling. Dat hebben we afgelopen januari gedaan. En dan zien we, en dan proberen we ook zoveel mogelijk ringen bij af te lezen. En als we die ringen aflezen, dan kunnen we precies zien van, hey, dat is een eerstejaars, tweedejaars of derdejaars ooievaar en die overwintert hier. Ja. En zodoende kunnen we heel veel feedback halen uit dat ringen, zeg maar. Ja, ja, en dan weten we dat mannetje komt hier altijd terug. Maar telkens komen er jongen. En als dat goed gaat, waar gaan al die jongen dan heen? Die jongen die trekken echt meestal, wat ik net zei, naar Zuid-Spanje. Maar ja, maar daarna, als het dan weer... zien we vaak, en ook dat zien we weer met het ringen terug, mm-hmm. Dat ze toch weer hier in de buurt, die jongen komen in het geboortegebied weer terug. Vaak, niet altijd, maar vaak wel. Ik heb ook een jong die zit, een jong van Gennep volgens mij. Die zit in Spanje met een mannetje op een nest. Die heeft vorig jaar in Spanje een nest gehad. Dus ook daar krijg je dan, dan moeten de mensen hem wel melden. Maar als mensen hem daar zien en ze melden hem terug, krijg ik als ringer die melding. En dan kan ik precies zien, hey, dat is een jong geringd in 2015 in Gennep. En die zit nu in Spanje op een nest met een mannetje, wel of niet geringd. Ja, en zijn ooievaarsjongen dan eigenlijk heel snel zelfstandig en komen ze niet meer echt terug bij hun familie? Gaan ze gewoon hun eigen weg? Ja. In het begin worden ze, en dat zie je hier ook, met name hier als je in het Niersdal gaat kijken. En die jongen vliegen uit, die vliegen het Niersdal in of ergens een weiland in. En dan lopen ze een beetje rond, maar dan lopen ze de hele tijd achter pa en ma aan te shocken. Zo van, we willen eten hebben, want we kunnen zelf nog niks vinden, zeg maar. Hmm. En pa en ma die lokken ze op een gegeven moment ook wel van het nest af. Zo van, ja, we voeren niet zoveel. Dan komen ze tenminste een keer van het nest af. En dan gaan ze zelfstandig te werk. En dat zie je dus ook hier in het Niersdal. Dus dat die jongen hier achter pa en ma aan het shocken. En op een gegeven moment dan hebben pa en ma zoiets van, ja, nu zoek ik het zelf maar uit. Ja. En dan best wel snel trekken die jongen, die trekken weg.
En hoe, wat is best wel snel? Ja, september, oktober. Ja, september is een beetje eind september of zo. Ja. Dan, ja, de meeste. En dan zie je ook vaak dat, dat jonge trekvogels van het noorden bijvoorbeeld. Ik heb in Beugen wel eens gezien, in weiland, er stonden 50 ooievaars in. En die kwamen allemaal bij elkaar. Dan pak ik mijn telescoop en dan ga ik proberen ringen af te lezen. Nou, ik had een paar ringen afgelezen en dat waren jonge ooievaars van meer noordelijk Nederland. Okay. Dus je ziet dan echt dat die jonge ooievaars van het noorden, zeg maar, richting het zuiden trekken. Ze verzamelen hier dan en dan komen ze vaak allemaal een beetje bij elkaar. En dan komen ze van ja, links, oost, west, noord. En dan op een gegeven moment dan stijgen ze op en dan gaan ze allemaal richting het zuiden. Op wintervakantie? Op wintervakantie, ja. Ja. Lekker in Spanje. Ja. En wat vind jij nou echt bijzonder aan de ooievaar? Als je iets bijzonder vindt aan de ooievaar? Ja, wat vind ik bijzonder aan de ooievaar? Het is een super, super mooie, krachtige vogel. Ik heb er vorige week nog eentje in Beugen dood onder het nest gevonden. En ik kreeg een tip van iemand uit mijn woonplaats dat er iets niet goed was met de ooievaars. Daar zitten ook twee ooievaars op het nest. Mm. Een vrouwtje is geringd met een groene ring, dus een Frans vrouwtje. Die heb ik gemaakt en daar kreeg ik dan terugmelding van waar ze vandaan komt, waar ze geringd is. Mannetje is niet geringd. En dan lag er eentje onder het nest, kreeg ik van een bewoner te horen. Dus ik ben er naartoe gegaan en ja, die lag dus al helemaal stijf onder het nest. Dus ik denk, ja, niet geringd, dat is het mannetje. Ja. Ik heb hem opgehaald, ik heb hem thuis nagekeken. Je moet natuurlijk wel een beetje opletten nu met vogelgriep. Hmm. En mondkapje voor, handschoenen aan en noem maar op. En ik heb hem nagekeken of hij niet gewond was of geschoten was of weet ik veel. Maar er was niks aan te zien. Dus ik dacht, ja, dat is, ja, het mannetje is weg. Ja. Nou, een dag... even kijken, ineens middags kreeg ik al bericht van iemand uit de buurt. En die zei van, hey, er zitten twee ooievaars op het nest. Ik zei, hoe kan dat nou? En het mannetje, dus niet geringd, zit wel weer op het nest. Dus of dit een vreemd mannetje is die gevochten hebben misschien. Okay, en yeah. Dat hij het loodje gelegd heeft, dat weet ik niet. Maar. Dus het mooie aan ooievaars, ja, ze zijn superkrachtige vogels. En ja... Het is niet altijd, ze zijn niet altijd even lief natuurlijk. Voor elkaar ja, niet, nee. En nou, ze staan bekend als geluksbrengers, waarom is dat zo? Ja, de ooievaar staat bekend als geluksbrenger. Ja, je kent hem wel, hè? Een doekje en een babytje erin. Ja. Voor een 2000 jaar terug, toen werd de ooievaar nog erebare genoemd. En ere is geluk en baren is baren of brengen. Ah, okay. Ja. Dus geluksbrenger. En daar komt eigenlijk... Ja, er zijn meerdere verhalen en meerdere versies van waar de ooievaar... maar vandaar komt de naam geluksbrenger, erebaren. Dat is van vroeger uit. En erebaren, ja, lijkt wel een beetje op erebare ooievaar. Ja. Oké, okay. Ja. Vanuit de naam is, ja, dat, is dat ontstaan. Ja. En dan nog even, ja, op Beleefde Lente kunnen we natuurlijk allemaal live meekijken. Die informatie over die ringen, staat dat er ook allemaal op? Dus waar al die ooievaars zijn? Ja, we krijgen Beleefde Lente is maandag open gegaan, afgelopen maandag. Omdat we een beetje problemen hadden met de beelden. En het geluid is ook nog niet goed, maar daar zijn we nog mee bezig. De beelden zijn inmiddels klaar en we zijn dus online. En dan krijg je al gelijk de vraag. Er zit een chatruimte in. En in die chatruimte krijg je al gelijk de vraag van... Zijn het dezelfde ooievaars als vorig jaar? Nou, en ik kom dus elke keer als ik... voordat Beleefde Lente begint en ik zie hier de ooievaars... Dan ga ik er naartoe en dan ga ik met een telescoop kijken hoe of wat. En soms kun je er niet zien van onderaf... Dus je bent wel eens bij Hotel de Kroon boven op een kamer geweest. Daar mocht ik dan naar boven toe. En dan kon ik net met de telescoop verzoenlijk op het nest kijken. En dan kon ik die ringen aflezen. Dus ik lees elk jaar de ringen af, dat ik zeker weet welke ooievaar er op het nest zit. Maar die info bijvoorbeeld als zo'n jongen in Spanje een nest begint, kunnen wij dat ook zien? Of is dat alleen nee, voor de ooievaar? Nee. Okay, alleen als ringer krijg je die info terug, zeg maar. Dus die kan ik wel delen.
Dus ik heb al vorig jaar ook wat gedeeld. Hoeveel jongen er geboren zijn hier en wie er nu op het nest zit, pa met een aluminium ring, ja. Ma heeft een zwarte, die zwarte nieuwe ringen, dat zijn kunststofringen, Elsa ringen noemen ze die, ja. En daar staat er weer op een andere manier de belettering op, zeg maar. Maar, maar niet die info maar dan kun je dan delen, ja, als er iets interessants gebeurt. Ja, de info kan ik delen. En er wordt wel eens gevraagd van god hoe of wat, of waar komt die vandaan. Of ik maak zelf in een blog, maak ik bekend van god, pa die is in 2006, nummer 75, 39 is 2006 geboren in Gorssel. En nu daar. En die zit sinds 2008 hier in Gennep, dus die kun je hebben. En wat hoop je voor de Gennepse ooievaars en de ooievaars hier in de regio voor dit jaar? Ja, ik hoop dat het dit jaar een goed broedsel wordt. En dat er jongen uit gaan vliegen en dat we weer kunnen ringen. Het is altijd leuk, we nodigen altijd de groentjes hier, de jeugd uit om mee te kijken. En ja, dat is allemaal geweldig geregeld. We zetten het dan af, dat de mensen niet te dichterop komen. Ja. Probeer toch een beetje de vogels de vrijheid te geven. En dan halen we zo'n blaag en dan ringen we ze. En dan eerst van tevoren wat tekst en uitleg geven van hoe en wat. En ooievaar en veren laten zien en zo. Dus toch wel kenbaar te maken van hoe het precies allemaal in zo'n werk. Ik wou vragen wanneer gaat het plaatsvinden, maar dat is natuurlijk nog niet bekend. Nee. Ja, nee, dat is... Eerst de eieren. Het is meestal rond juni, maar ze hadden vorig jaar al eieren in maart. Al een beetje rond deze datum. 25 maart, meen ik. Dus ze zijn nu waarschijnlijk net ietsje later. Dus ja. We gaan het zien. Ja, hou het in de gaten. Ja. Nou, dankjewel dat je hier wilde komen vertellen. Graag gedaan. Interessant. Ja. En dan, tot ziens. Ja, dankjewel. Dan gaan we nou over naar de muziek. En die is van de klas De Vissen van de Elke Liek. Basisschoolkinderen door heel Nederland zongen onlangs massaal de Nederlandse versie van We Are The World voor Oekraïne. Maar de klas De Vissen van basisschool Elke Liek uit Gennep pakte het nog creatiever aan. Ze schreven een eigen raptekst, namen hem op en maakten er ook nog eens een toffe video bij. Oekraïne, zet je schrap, Rusland komt eraan. Dit is echt geen grap, ze vallen jullie aan. Er is nu oorlog, kunnen ze niet praten. Europa houdt alles in de gaten. Bom op kanon, oorlog gaat nergens om. Bom op kanon, oorlog maakt de wereld soms. Worden aangevallen, maar ze vechten terug. De burgers in die oorlog, ze hebben het te zwaar. Poetin, waarom doe je dit? Het is echt raar. Bom op kanon, oorlog gaat nergens om. Bom op kanon. Als er iets speelt in de wereld, laat ze dan de kinderen zijn. Rusland, Oekraïne, wat is er aan de hand? Alles in de fik, alles in de brand. Wat is er aan de hand? Poetin overlijken, steeds meer land. Kan de Oekraïne ontwijken? Hier even kennen, denken we mee. Of het helpt, we hebben geen idee. Er zijn weinig dingen die we kunnen doen. Maar we hebben wel een beetje poen. Als iedereen komt met een beetje hulp, wordt Oekraïne weer een mooie tulp. Rusland, Oekraïne, wat is er aan de hand? Alles in de fik, alles in de brand. Rusland, Oekraïne, wat is er aan de hand? Alles in de fik, alles in de brand. Hoop op een mooi bericht, daar doe ik een schijnlijk licht. Hoop op een mooi bericht, vrede weer in zicht! Ja, goed bezig en dank voor jullie rap. En dan gaan we nou over naar het spel. Maar eerst de winnaar van de vorige keer, dat is Gerda uit Ottersum. Dus jij wint de mok, die komt naar je toe. En dan nou het spel van dit keer. De vraag is, wat ben ik? Je kunt me breken zonder me aan te raken.
Weet jij nou het antwoord? Dan kun je mailen naar inzicht@gennep.nieuws of bellen of sms'en naar 06-8274-4609. En dan kun je de mok winnen. En dan gaan we nou over naar het laatste onderdeel weer. Stadsdichter Piet Tunnissen, welkom. Dank je. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Ja? Ja. Het is altijd moeilijk te zeggen, ja, wat mankeert eraan. Maar ik heb eigenlijk weinig beroerd te vertellen, moet ik zeggen. Heb je al naar de ooievaars gekeken? Nou, die hou ik wel in de gaten, moet ik zeggen. En als ik ze niet live zie, dan kijk ik altijd naar, hoe heet dat, dat programma van, ja. Over de lente. Beleefde lente. Beleefde lente, ja. Ja. En dan, altijd, altijd weer interessant. In afwachting van ja, zeker. Het moment dat daar een ei... Ja, prachtig. Ja. Ja. Je hebt weer een gedicht. Ja, ik heb... dat heeft ook wel met de Gennepse groeters te maken. Een gedicht genomen. En dat heet De stier bij de Maaspoort. Het is minder lichtvoetig. Dat blijft dicht bij de grond. En... het is natuurlijk zo dat de groeters ook, als ze rondgaan, misschien wel vragen krijgen over wat er in Gennep zo al te zien is aan bijzondere dingen. Cultuur, gebouwen, natuur. Dus ik heb dus dit genomen, De stier bij de Maaspoort. De stier bij de Maaspoort. Hij herinnert aan lang vervlogen tijden. Toen Gennep veel stadsboeren binnen de muren had. Men moest, wilde men de dieren weiden, de Maaskamp in, gelegen buiten de stad. Het kunstwerk, toonbeeld van robuuste kracht, gemaakt door kunstenaar Pieter Kortekaas, staat eigenlijk in de vroegere Gennepse gracht, vlak bij de plaats van de poort naar de Maas. De plek waar de Maaspoort heeft gestaan, is nu te zien aan een steen in het trottoir, zodat we vandaag de dag nog weten waar de boeren met hun vee toen de stad zijn uitgegaan. Dankjewel. En de moeite waard om met toeristen naar te verwijzen. Ja, dat is, vind ik ook altijd weer leuk. Het is natuurlijk ook praktische tips, dat is heel mooi. Maar van de andere kant is het ook leuk dat mensen iets meer weten van de geschiedenis van zulke... ja, zo'n stier bijvoorbeeld die daar staat. Ja. Hoe komt dat ding nou nooit... of dat ding daar terecht? Waar wijst dat naar? En dan ga je zoeken en is het ook leuk om dat weer te weten te komen. Dankjewel, dan zien we je de volgende uitzending weer. Graag. En dan gaan we afronden. We zijn er donderdag 7 april weer met dus onder andere Dunter Flynn. En wil je nog antwoord geven op het spel, dan kan dat dus tot donderdag 7 april. En dan kun je deze mok winnen. En dan wens ik je nog een hele fijne avond.